Hallo, ik ben Flavio van de Artistic TV en welkom bij Flavio Goes Fashion. Let's go. Welkom allemaal nogmaals. Fijn dat je kijkt naar de tweede aflevering inmiddels van Flavio Goes Fashion. Bij deze aflevering zal ik behandelen de merk Dolce & Gabbana en de nieuwe make-up en hairstyles van 2009. Ben je een grote fan van Dolce & Gabbana? Heb je altijd al iets willen hebben van het merk? Blijf ons zeker kijken. Baby. Deze zomer, vergeet de zwart, vergeet de kastanjebruin, vergeet de donkerbruin, vergeet de chocoladebruin en de koffiebruin en alle zwarte kleuren wat er omheen zit. Vergeet het compleet. Hou het lekker licht. Hou het lekker met honingkleuren en lekker blond en wild. En natuurlijk ook verschillende lengtes. Heb je lang haar van al zeker over je schouders? Ja, probeer het natuurlijk wel zo te houden, want dat is helemaal it. Laat het lekker wapperen voor de zomer. Wil je het opsteken, hou het lekker simpel en trash. Heb je wat korter haar, hou het lekker kort. Hou het lekkere boblijn kort aan de achterkant met een vallende voorkant en een leuke pony, een leuke lok. Ik zal je nog even een paar foto's laten zien van wat ik nou eigenlijk bedoel. Dus kijk even. Verder wil ik ook even de make-up styles even met je behandelen. De make-up styles voor de zomer is zeer basic. Echt geen plamuur-mes-achtige styles, weet je wel. Oh, nou moet ik mijn make-up afhalen. Hou het gewoon lekker simpel. Breng een lekkere lipgloss op van natuurlijke kleur. Hou het lekker op honingtinten, lekker mooi. Het is helemaal it. Van de donkere wenkbrauwen, dan word je echt zeker gekeken. Dan is echt de top. En dat is even over de make-up en de haar. En de styling daarbij wil ik ook nog even behandelen natuurlijk, want dat is ook heel belangrijk. De zomer, hou het lekker op linnen en op fijne stoffen. Dus kom niet met je katoen en je wolrok en je spijkerjack of je bondkraagcapuchon of zo, weet je wel. Die je even snel vastgemaakt aan een capuchon van je grijze vest. Nee, hou het gewoon lekker simpel. En ja, het is het strandfeeling. Je moet voelen, het is lekker weer. Je moet voelen gewoon alsof je lekker door het zand heen loopt. En je hoort het water, terwijl je toeter de hele tijd hoort. Nou, ik denk dat het maar water is. Lekker de heelstijl. Als mensen naar de heels kijken, snappen ze zeer zeker wat ik bedoel. Dus lekker dat witte tanktoppie, een mooie jeans, een mooie hak, niet te groot. Een lekkere designtas, geweldig. En natuurlijk ook de huge glasses en de lekkere haren los. Dat is natuurlijk, jullie begrijpen mij als je naar de heels kijkt. Dat is natuurlijk echt de top voor de zomer. Laat lekker stralen. Laat zien dat je het bent. Loop natuurlijk niet met je neus naar boven. Want dan kijken mensen zo je neus in en dat is ook geen prettig gezicht. Wees niet bang of je een maatje meer hebt dan de size 0. Weet je wel, totaal niet bang zijn. Neem gewoon lekker en voel jezelf verzekerd. Baby. Ik heb deze fantastische jeans mogen ontvangen van Dolce & Gabbana. Het is een prachtige jeans. En kijk hem. Dit is de jeans voor de komende zomercollectie. Het ziet er ongeveer zo uit. Heb je er altijd prachtige details bij, zoals ja, schaven en knipwerk en dat soort dingen. De zomercollectie heeft natuurlijk dan ook altijd, want dat hebben niet alle collecties gehad. De gouden of de zilveren gesp. Dat staat natuurlijk Dolce & Gabbana Mix Collection Milano, Italy. Dit is dan ook de jeans. Oh ja, even nogmaals. Wil je een Dolce & Gabbana broek kopen? Ga dan alsjeblieft naar een winkel die het verkoopt. Zoals de Bijenkorf, noem maar op. Zo niet, wil je het graag via internet. Omdat daar een stuk goedkoper is. Omdat je dan tweedehands koopt of dergelijke. Vergeet alsjeblieft nooit te checken. Als je hem krijgt, moet dit erbij zijn. Moet alleen Dolce & Gabbana Men's Collection Milano Italy op gesp staan. Ik heb wel eens gezien dat er de gekste dingen op staan, zoals streepjes en dingen waarvan... Nee. Natuurlijk ook het kaartje van de Dolce & Gabbana wat erbij moet hangen. Ik heb hem er even afgehaald zodat ik jullie wat beter kan laten zien.
Dat even ten eerste. En als je het dan krijgt, natuurlijk dan ook het papierzakje. Er staat nergens DG, DG, DG. Net als als je op cheap.nl of wat dan ook kunt krijgen. En natuurlijk de Dolce Gabbana tas. Met heel mooi afgewerkt. Niet ingedrukt, maar gewoon opgegraveerd lijkt het net. Dolce Gabbana. Nou, en dan natuurlijk ook nog de underwear van Dolce Gabbana. Ik ben ongeveer een maand geleden naar Parijs geweest. En ik heb op de Lafayette winkelcentrum was een Dolce Gabbana catwalk show gehouden. En totaal geen veranderingen. Echt, de Dolce Gabbana collectie is deze zomer, ja, ik weet niet hoe ik het eigenlijk moet noemen. Het is gewoon heel apart en heel raar dat niks is veranderd. De fabrics zijn hetzelfde. Ja, het maken van het product is hetzelfde gebleven. De gespen die zijn gewoon gebleven. En de underwear is niks veranderd. Alleen het elastieke band, dat verandert wel eens van kleur en van lettertype en dat soort dingen. Verder is het een beetje, ja, ik vind het gewoon heel raar dat Dolce Gabbana zoiets doet natuurlijk. Terwijl het heel groot op de markt ligt. Maar ja, en daar heb ik dus ook deze boxershort van mogen ontvangen. Ik zal hem even eruit halen. Wel even voorzichtig natuurlijk. Nou, dit is dus de onderbroek. Als je ziet is dit een M. Volgens mij past hier wel twee M'en in. Ja, veel om op te bergen en je wilt deze onderbroek hebben, dan neem je een M in plaats van een L als je die normaal gesproken hebt. En heb je een S normaal gesproken. Ja, een XS is niet te verkrijgen bij Dolce Gabbana. Dan, helaas denk ik dan maar. Ja. Nou, en zo even doen dat de Dolce Gabbana dus. Het is ja heel apart. Het is heel apart hoe het gegaan is. En het is natuurlijk ook nog allemaal heel onduidelijk waarom men moet lijden onder de crisis natuurlijk. Want ik bedoel, Dolce Gabbana is een top. Is en blijft een topmerk. De anderen lijden er weinig onder. Dus waarom Dolce Gabbana dan wel? Is het dan zo dat er weinig gekocht wordt van Dolce Gabbana de laatste tijd? Of is het zo dat het veel te commercieel is geworden? Dat is natuurlijk allemaal nog een vraag voor iedereen. En ik zal zeker nog even een onderzoek naar doen. En daar kom ik nog even natuurlijk wel op terug. Maar ja, je ziet, het is allemaal met 20% gedaald. De collecties van Dolce Gabbana de komende zomer. Dus wat nu eigenlijk in de winkels hoort te liggen vanaf eind juli, als ik me niet vergis. 20% korting dus. Dus dat zo even doende. Even een kleine beeld van de Dolce Gabbana catwalk show van de afgelopen collectie. En dat is dan ook tevens even een kleine break. Nou, dat je er nog bent. Ja, en dan heeft je zo de behandeling van dus de twee onderwerpen. Even om terug te komen op het Dolce Gabbana verhaal. Ik ga eventjes voor je speuren hoe het nou precies zit. Waarom ze gedaald zijn wegens de crisis van. Is het te commercieel geworden of wordt er weinig verkocht? En natuurlijk ook de catwalk show voor de komende seizoen. Wat ik namelijk aan jullie ook wil laten zien om zo de, ja, het verschil te kunnen krijgen. En nou ja, even nogmaals, heb je een reactie te zenden? Wil je wat vragen of heb je gewoon commentaar naar mij toe? Mail dan gewoon naar de onderstaande e-mailadres wat al inmiddels wel bekend is. En ja, ik wil ook nog even melden. Joshua en ik, dus Joshua dus de oprichter van de artistiek.nl, de artistiek TV. Ik ga met hem mee dus naar PC Hoofdstraat. Dat zul je zien bij de volgende of bij daarna volgende aflevering zien. We gaan dus naar de PC Hoofdstraat. Ik ga zoveel mogelijk proberen aan jullie te laten zien wat dus de nieuwe trends zijn bij de PC Hoofdstraat en de komende designerwinkels. Ik ga proberen om een BN'er te interviewen om te vragen wat zijn tip is voor de komende zomer wat betreft designerkleding, make-up en hair. Ik ga zeker mijn best doen. Nou, en Joshua is er ook bij. Ik zal natuurlijk ook zeker wat vragen aan Joshua, dus hoe hij erop is gekomen op de site. En ja, ik zie je dan hopelijk volgende week weer. Want daar behandel ik dan ook weer volgende onderwerpen. De onderwerpen blijven natuurlijk wel altijd verrassing. Want het is natuurlijk zo dat ik de onderwerpen behandel aan de hand van wat de afgelopen week, zeg maar, gaande is in de media.
Dus het is voor mij een verrassing, voor jou een verrassing. Dus blijf zeker kijken naar de volgende aflevering. En we zien elkaar dus volgende week. Nou, doei en dit was Luisteren.